Wij gaan de Heilige Schrift lezen op twee plaatsen. Allereerst het vierde hoofdstuk van het eerste boek van Mozes, Genesis. We lezen Genesis 4. Daar lezen we als volgt. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En ze werd zwanger en baarde Kaïn en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerlijkheid uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tot Kaïn, waar is Abel, uw broer? Hij zei, ik weet het niet. Ben ik mijns broeders hoeder? Hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Nu dan, u bent vervloekt. Weg van de aardbodem, die zijn mond heeft opengedaan om het bloed van uw broer uit uw hand op te nemen. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven. U zult dolend en dwalend over de aarde gaan. En Kaïn zei tot de Heere, mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Zie, u verdrijft mij heden van het aangezicht van de aardbodem. En ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en dolend en dwalend over de aarde gaan. En het zal zo zijn dat al wie mij tegenkomt mij zal doden. Maar de Heere zei tegen hem, daarom zal al wie Kaïn doodt zevenvoudig gewroken worden. En de Heere merkte Kaïn met een teken, zodat niemand die hem tegenkwam hem zou doden. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heere en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Henoch. Kaïn was een stad aan het bouwen en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon Henoch. En bij Henoch werd Hierad geboren. En Hierad verwekte Meguiael. En Meguiael verwekte Methusael. En Methusael verwekte Lamech. Lamech nam voor zich twee vrouwen. De naam van de ene was Ada en de naam van de andere Zilla. Ada baarde Jabal. Die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. En de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van allen die harpen en fluiten kunnen bespelen. En Zilla baarde Tubal-Kaïn, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naema. En Lamech zei tegen zijn vrouwen, Ada en Zilla, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. En Adam had opnieuw gemeenschap met zijn vrouw en ze baarde een zoon en ze gaf hem de naam Set. Want zei ze, God heeft mij een ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel. Kaïn heeft hem immers gedood
En ook bij Seth werd een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Toen begon men de naam van de Heere aan te roepen. Dat was de schriftlezing uit Genesis 4. En nu gaan we helemaal naar de andere kant van de Bijbel, bijna aan het eind. Het slot van het Nieuwe Testament bijna. Uit de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes, hoofdstuk 3. We lezen daarvan de versen 10 tot en met 15. 1 Johannes 3, vanaf vers 10. En daar lezen we het volgende. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat we elkaar moeten lief hebben. Niet zoals Kaïn. Hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat we de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Tot zover, gemeente, de lezing van het heilig woord van de Heere. Tekst voor de prediking vindt u in het gelezen gedeelte uit 1 Johannes 3. Mijn uitgangspunt is het 15e vers. Dus het laatste dat we lazen. 1 Johannes 3 vers 15. Waar we lezen. Ieder die zijn broeder, maar ook zijn zuster, haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. 1 Johannes 3, vers 15. En daar sluit zondag 40 van onze catechismus op aan. En die gaan we lezen. Op verzoek van de kerkenraad zullen we daar vanmiddag bij stilstaan. Zondag 40 van onze Heidelbergse catechismus. Vraag 105 luidt: wat eist God in het zesde gebod? Het antwoord is dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge. Ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. De volgende vraag. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. En dan is dit het antwoord. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag, zoals nijd en haat en toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor doodslag houdt. En dan nog een vraag met een antwoord. Maar is het genoeg dat we onze naasten, zoals tevoren gezegd, niet doden? Het antwoord luidt nee, dat is niet genoeg. Want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf.
en jegens hem of haar geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn of haar schade, zoveel als ons mogelijk is, afwenden, afkeren. En ook zelfs onze vijanden goed doen. Aldus gemeente de uitleg van het zesde gebod in zondag 40 van onze catechismus. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, Lea heette ze. Lea. Lea Judith. Een lief meisje. 6 jaar was ze. Met haar donkere haren. Ze was geboren in Amsterdam. In het jaar 1937. Ze woonde in de Jodenbreestraat. Het was op een voorjaarsdag in 1943 dat het verschrikkelijke gebeurde. Samen met haar vader en moeder, die ook nog jong waren, werd ze opgepakt. Afgevoerd naar kamp Westerbork. En van daaruit werd ze op 6 juli, dus amper 2 maanden later, op transport gezet naar Sobibor in Polen. Ze kwam er op 9 juli aan. En diezelfde dag was haar sterfdatum, samen met haar vader en moeder. De kleine, lieve, 6-jarige Lea Judith. Het Duitse vernietigingskamp Sobibor in het oosten van Polen is een van de meest gruwelijke voorbeelden van de Holocaust. Sobibor had maar 1 doel, de vernietiging van Joodse mensen, hoe oud dan ook, ouderen en jongeren. En binnen het tijdsbestek van 18 maanden werden er vele, onvoorstelbaar gemeten, onvoorstelbaar, toch, vele honderdduizenden slachtoffers aangevoerd in treinwagons en vervolgens meteen vergast. Slechts enkele tientallen mensen overleefden dit oord van de dood. Sinds een aantal jaren vinden er opgravingen plaats op het terrein van dat voormalige kamp. Er wordt nogal wat gevonden. Botten. Ja, dat vooral. Botten en schedels. Menselijke botten. Maar ook brillen en horloges en kettingen. Kunstgebitten. Bij honderden. En op enige dag, nog maar een enkel jaar geleden, een metalen identiteitsplaatje. Met daarin gegraveerd de naam Lea Judith. Met haar geboortedatum en haar woonplaats Amsterdam. De Duitsers discrimineerden niet. Ook kleine lieve meisjes brachten ze om het leven. En dat metalen plaatje van Lea Judith is het symbool van Sobibor geworden. Je moet het maar eens opzoeken. Digitaal. En dat kleine plaatje spreekt een eigen taal. Gemeente, wat zegt het ons? Wat zegt het ons vanmiddag? Ook die Duitsers. Vreselijke dingen, toen en daar. Gemeente, het zegt wie de mens is. Het zegt ons wie ik ben. Een mens buiten het paradijs. De mens is voor de mens een wolf. De mens is voor de mens een wolf. Moet ik de datum 7 oktober noemen? En alles wat daarna gebeurd is? Moet ik de naam van het land Oekraïne noemen? Nigeria en zoveel andere plaatsen. En dat gemeente, terwijl de Heer het heeft gezegd. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet doodslaan. En dat komt heel dichtbij. Aldus onze catechismus, die het spreken van de schrift op dit punt zeer helder heeft verstaan. Gij zult niet doodslaan. 3 gedachten, 3 dingen. Allereerst de wortel van de doodslag.
vinden we aan het begin van antwoord 105 en ook in antwoord 106, de wortel van de doodslag. Vervolgens kort even iets over het weren van de doodslag aan het slot van antwoord 105. En tenslotte, en daar komen we gelukkig uit, liefde, liefde in plaats van doodslag. Gij zult niet doodslaan. De wortel van de doodslag, het weren van de doodslag en liefde in de plaats van doodslag. Wat eist gemeente, wat eist God in het zesde gebod? Als ik dat nu los van wat onze catechisme zegt aan u of ook aan mezelf zou vragen, wat zou dan ons antwoord zijn? In welke bewoordingen gemeente zouden we het antwoord kiezen? Misschien zouden we zeggen, ja dat je of dat men, misschien dat wij. Wat doet onze catechismus? Lees maar na, begin van antwoord 105. Dat ik. Dat ik. En dat betekent dat onze catechismus, maar gemeente, in de heldere uitleg van de schrift, dat de schrift zelf zich tot mij richt. En tot u. En tot jou. En tot iedereen. Dit gebod, dat de doodslag van de naaste verbiedt, in welke vorm dan ook. En dat liefde tot onze naaste gebiedt. Er loopt dus gemeente door zondag 40 geen veilige scheidslijn. Aan de ene kant de moordenaars, of degene die hier geprobeerd hebben een moord te begaan. En aan de andere kant, ach ja, die nette christelijke, kerkelijke mensen, burgerlijk, fatsoen betrachten ze. Ze zouden geen vlieg kwaad doen, hadden misschien nog net een vlieg, maar niet veel meer dan dat. Zo spreekt de schrift niet. En in het spoor van de schrift ook onze belijdenis niet. Dat ik. Dat ik. En wat is de achtergrond? Gemeente, wat is de mensbeschouwing van de schrift? Hoe ziet God mij? En dan zeg ik het gelijk maar heftig. Gemeente, God houdt ons allemaal, ja, je houdt het misschien niet voor mogelijk, maar God houdt ons allemaal, God houdt mij voor een moordenaar. God die mij kent en mij doorgrondt. Die weet wat er in het binnenste van mijn hart, in de woelingen van mijn driften, bij tijden leven kan. God weet het. En weet je wat God wil? Dat wij het ook weten. Dat wij het beseffen. Dat ik het erken. Dat ik het beleid. O God, ik ben een zondaar. Een overtreder van al uw geboden, Heere. En ook van het zesde. Ook van het zesde. Heb ik het verstaan? Heb ik het verstaan? Gemeente, de wortel van die boosheid hebben we gelezen in Genesis 4. Maar Genesis 4 komt voort uit Genesis 3 en daar is begonnen. En dan zal ik geen groot exposé houden over de zondeval. Maar gemeente, om de dingen goed te verstaan en om in de spiegel te zien en het juiste beeld te krijgen, kunnen we er niet omheen. Waar is mee begonnen? Waar is mee begonnen? Wel dat de mens God ging wantrouwen. Dat. De Heer had gezegd, je mag van alle bomen van de hof eten, behalve van die ene. Behalve van die ene. En de boze fluisterde de mens in, doe het gerust, want je zult als God zijn. En toen gemeente, toen is het begonnen. Wat? Nou, wat onze catechismus ook met zoveel woorden zegt, dat ik, ook deze man in zijn donker pak op de preekstoel in Tolen, dat ik van nature, ja van nature, dat betekent door en door, van binnenuit, dat ik van nature geneigd ben God en mijn naaste te haten. En dat is mijn ellende. Dat is mijn ellende. Dat ik geneigd ben, ik doe het niet, ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. En uit deze kiem is alles ontsproten. Nou, en dat blijkt al gelijk. Dat blijkt al gelijk in Genesis 4. Kain is een huiveringwekkend beeld van wie de mens is.
bij wie de gedachte ook tot daad wordt. En als hij zijn broer heeft doodgeslagen en de Heer bevraagt hem erop en de Heer wil hem tot een schuldbelijdenis brengen, dan zegt hij, ben ik mijn broeders hoeder? Ik heb het maar in die klassieke taal van de Statenvertaling voorgelezen. Ben ik de hoeder, de bewaarder van mijn broer? Nou, ben ik mijn broeders hoeder? Ben ik dat? Maar de Heer zegt, Kain, en vanaf nu is er een stem van bloed. Er is onschuldig bloed vergoten. De aardbodem heeft onschuldig bloed ingedronken. Er is een stem van onschuldig bloed dat tot mij roept van de aardbodem af. Nou, we hebben het gelezen. Het achterkleinkind van Kain, Lamech, in zijn brallende lied, het lied van het geweld. Ja, zegt hij, Kain wordt zevenvoudig gevrogen. Nou, dat had de Heer verboden, dat mocht niet. Maar Lamech haalt het aan. Maar ik wreek mezelf 70 maal 7 maal. Ik dood een man als iemand mij per ongeluk of niet een wond heeft toegebracht. En een jongeling die mij een striem of een buil heeft toegebracht. Ze komen er wel achter. En daar, gemeente, daar blijkt wie wij zijn. De daden van onteren, haten, kwetsen. En dat met gedachten, woorden en werken. Daar hoef je geen Hitler voor te heten. Of Poetin. Of Willem Holleder. Het is een voorrecht wanneer we ervoor bewaard worden. Wanneer wij niet in die omstandigheden en in die verleiding komen. Om in zulke extreme situaties te tonen wat er uit ons hart voortkomt. Gemeente, ik haalde zojuist die zaan uit de jaren van de bezetting. Het was in diezelfde jaren, of iets daarvoor, dat in Duitsland keurige, brave huisvaders, lieftallige vaders van hun kleine kinderen, of misschien wel kleinkinderen, in opleiding kwamen bij de SS. En ze werden zo gedrild en zo opgezet tot het geweld, dat ze stuk voor stuk tot alles, werkelijk tot alles in staat waren. En zonder gevoelig geweten hun werk konden doen tot in de vernietigingskampen toe. Dat, gemeente, is de mens buiten het paradijs. Nou, dat ik. En de preek van vanmiddag, oh, het is maar een eenvoudige preek en u luistert er een ogenblik naar en over een half uurtje is het weer afgelopen. Maar gemeente, de preek van vanmiddag of de woorden Gods, die schieten vanmiddag een pijl af. En die willen raken. Ik kan het ook anders zeggen. De woorden van God houden ons vanmiddag een spiegel voor. Nou, die spiegel gaat ook zo. Maar die gaat ook zo. De spiegel van het woord van God. En we worden ertoe opgeroepen om ons blik niet af te wenden. Maar om erin te zien. Werkelijk te zien. En het te erkennen. Wel nu, laten we de vinger leggen bij een aantal woorden uit antwoord 105. Dat ik mijn naaste, mijn medemens, mijn naaste, dat ik mijn naaste. Nou, er kwam er ooit eens iemand bij de Heer Jezus die vroeg, wie is mijn naaste? Vroeg een wetgeleerde aan hem. En er staat bij, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. Nou, dat al van tevoren. Wie is mijn naaste? En dan vertelt de Heer Jezus, en we kennen het wel, die geschiedenis van die barmhartige Samaritaan, die man die tegen de weg geslagen wordt en die daarvoor dood ligt. En de priester komt langs en loopt er met een grote boog omheen, want die moet toch op tijd bij het offer zijn. En de leviet die misschien van zijn werk komt en zijn vrouw wacht met de prak, en die loopt er ook met een grote boog omheen, behalve die ander. En laat het nou een Samaritaan zijn. Die van zijn ezel afstapt en die gewonde man op zijn ezel hijst. Die zijn wonden verzorgt en hem aflevert bij de herberg. Wie is mijn naaste? Maar gemeente, als de Heer Jezus dan vragen gaat wie die naaste was, dan blijkt dat de vraag onjuist is, wie is mijn naaste? Maar de vraag is, ben ik voor mijn medemens een naaste? Ben ik een naaste? En alle anderen, in meerdere of mindere mate, zijn degenen die op mijn weg geplaatst worden. Ben ik voor die ander
naaste. Wel nu, dat ik mijn naaste nog met gedachten of woorden of enig gebaar onteren, haten, kwetsen of doden. Gedachten staat er. Nou, zeggen we in onze liberale tijd, de gedachten zijn vrij. Je mag denken wat je wilt. De Bijbel zegt het anders. God gaat ook over onze gedachten. En we zullen ooit rekenschap moeten vragen, gemeente, en de schrik staat er om iets hard of niet. Wat we denken. En die dingen die we nog niet eens aan onze man of vrouw willen vertellen, als we hem of haar nog hebben. Dan wil je niet weten wat er in je gedachten omgaat. Allerlei viezigheid misschien wel. Maar daar gaat het nu niet over. Het is 60 bot, nog niet het 7e. Maar misschien ook wel dingen dat je die ander, die collega van jou, die je treitert, die jou dus treitert. Je krijgt een hekel aan hem en je wenst hem af en toe dood. Nog met gedachten. Nou gemeente, daar is de zonde mee begonnen. Met verkeerde gedachten. Eva, ze zag dat de boom goed was. En de vrucht begeerlijk. En toen had ze in gedachten al gezondigd. Toen was ze al gevallen. Ze zag dat hij goed was. En er was maar weinig voor nodig. Of ze strekt haar hand uit. En ze neemt van de vrucht van de boom. O Eva, pas op, doe het niet. Nou, in gedachten had ze al gezondigd. En ze neemt ervan. En ze eet ervan. En ze geeft haar man met haar. En ze zijn één geworden in de zonde. Gedachten. Nou, in het kader van het 6e gebod, gedachten van, ik kan het maar aanduiden, gemeente, en vult u het zelf maar in. Misschien dat het ene meer dichterbij komt bij u dan het ander. Maar misschien wel gedachten van jaloersheid, of van wangunst, of van naijver. Je hebt een woordenwisseling gehad en het is niet goed afgelopen. En je gaat met een verward hoofd naar huis en je kunt hem wat, of die ander. Gedachten. Wat denk je in de wereld van de sport? In de rivaliteit van de beste te willen zijn. En wat denk je in de wereld van het zaken doen, van de grote transacties? De gedachten. Nou, vult u het maar in. Maar niet alleen gedachten, ook woorden. Woorden, gemeente. Nou, dat gaat al wat verder. Woorden, ze kunnen als een zwaard zijn. Woorden. Jacobus schrijft over het zwaard van de tong. De tong kan geen mens stemmen. Ze is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Ja, schrijft Jacobus, door die tong loven wij God en de Vader. En door haar, door diezelfde tong, vervloeken we mensen. Uit dezelfde tong komt voort, uit dezelfde mond komt voort, zegening en vervloeking. En dan zegt Jacobus, broeders, dat moet zo toch niet zijn. Woorden, de een is er wat rapper mee dan de ander. Er zijn bedachtzame geesten die de woorden misschien nog net binnen kunnen houden, maar anderen. Woorden in drift, in een emotionele opwelling. Woorden, ze kunnen doden. Je kunt een ander neerzetten, neersabelen met een woord. En dan, het gaat nog verder, blikken. Oh, wat kunnen blikken doden. En gebaren, weet je wel, dat. Of misschien met je wijsvinger of met je middelvinger omhoog. Niet doen, niet doen. Blikken. Ach, als we konden doden, God verbiedt het. God verbiedt het allemaal. En onze catechismus ligt het toe. Door te zeggen dat de Heere, die de doodslag verbiedt, ons daarmee leert dat hij de wortel van de doodslag, haat en toorn en wraakzucht, voor doodslag houdt. Het valt alles onder het 6e gebod. Maar wanneer ik dat moet overzien en onder ogen moet zien, gemeente, dan begrijp ik het. Dan begrijp ik het dat de psalmist ervan zingt, dat mijn binnenste is een bron van allerlei wanbedrijven. En dan heb ik het nog niet eens over de daad. Ge zult niet doden. Goed bezien, gemeente, is de prediking van de wet ten diepste hier evangelieprediking. God heeft
het leven van onze naaste lief. God wil niet dat wij het leven van een ander aantasten. God is de God van het leven. Want die naaste, die is naar het beeld van God gemaakt. We lezen dat ook in Genesis, in Genesis 9. Als de Heer na de zondvloed aan Noach zijn geboden geeft, dan behoort daarbij het verbod heel nadrukkelijk om het bloed van de mens te vergieten. En dan zegt de Heer daarbij als motief, want de mens is naar het beeld van God gemaakt. Die ander, waar je misschien geen goed woord voor over hebt, toch, ook hij of zij is een schepsel van God. Daarom mag er geen mensenbloed vergoten worden. Wij mogen het leven van een ander niet kwetsen. God is het die oordelen zal over die ander. En dan komen we bij een moeilijk punt. Want dan lees ik, ik mag ook mezelf niet kwetsen. En laten we dan gelijk maar even de lijn doortrekken tot het uiterste. Ik mag ook mezelf niet doden. Gemeente, we kennen elkaar niet of nauwelijks. En ik weet het niet, maar het zou goed kunnen dat dit in uw familie of in jouw leven een heel moeilijk punt is. Omdat je iemand gekend hebt die misschien pogingen daartoe deed. Of iemand die in het verleden ook daadwerkelijk daartoe kwam. Maar de Heere zegt, je zult niet doden. Je mag ook jezelf niet kwetsen, niet doden. En dan wil ik er wel dit bij zeggen. Gemeente, over deze dingen moeten we maar heel, heel behoedzaam en heel schroomvallig spreken. En nu lijkt het wel dat het in tegenspraak is met dit gebod, maar ik wil het vanmiddag wel zeggen. Wie kan de diepten peilen waarin mensen gekneusd en geknakt als ze zijn terugkomen? Als ik in allerlei psychische nood wellicht, of ten gevolge van een posttraumatische stressstoornis, als ik terechtgekomen ben in een voor mijn besef ondraaglijk bestaan. Gemeente, wie zal hier het laatste woord in spreken? Laten we voorzichtig zijn met onze oordelen. Ik heb het ooit uit de mond van een collega, een heel wat oudere collega, heel wat jaren geleden gehoord. Die sprak over zijn dochter, die zelf haar leven had beëindigd. En deze dominee zei, zonder dat hij het goed praatte, maar deze dominee zei, mijn dochter is aan haar ziekte gestorven. Zeker, zo mogen we spreken. Behoedzaam, behoedzaam. Laat dit alles blijven staan. Maar het gebod van God zegt het toch. Heel nadrukkelijk. Je zult niet doden. Want dat leven dat ik ontvangen heb. Mijn lichaam. Mijn ziel. Mijn bestaan. Dat is niet van mij. Maar dat is van de Heer. Dat is de diepste achtergrond van het zesde gebod. De Heer zegt, dat is van mij. Daar beschik je niet over. Dat van een ander mag je niet kwetsen. En dat van jezelf mag je ook niet benadelen. En wie zichzelf doodt, vergrijpt zich aan dat wat van God is. Zijn leven. Kan de Heer dan toch niet genadig zijn? Nou gemeente, daar gaan wij niet over. Daar gaan wij niet over. God kent het hart. Maar blijf staan, gij zult niet doodslaan. Trouwens, ik heb nu de spits daarvan geprobeerd onder woorden te brengen. Maar er zijn ook andere graden van jezelf kwetsen. Ik mag mij niet moedwillig in enig gevaar begeven. En daar geldt het ook voor dat leven van mij, van jongeren en van ouderen. Dat is niet van mij, maar dat is van de Heere. Dat is niet mijn eigendom. Maar dat leven van mij, dat is een geleend pand. God is de eigenaar. En God zal het ooit terugvragen. Beseffen jullie dat, jongeren? God zal dat leven van jou terugvragen. En wat je met je lichaam doet, en vul dat nou zelf maar in. Ik zal dat niet al te concreet maken. Wat je met je lichaam doet,
En wat je met je innerlijk doet. Wat je met je bestaan doet. Wat je met je ogen doet. Waar je allemaal naar kijkt, gulzig. Wat je met je oren doet. Waar je oor aan leent. Waar je hart aan verpandt. God zegt, bedenk. Het is van mij. Ik heb het je gegeven dat je het in mijn dienst zou besteden. Begeef je daarom niet roekeloos in het verkeer. Geef je niet over aan roken. We zijn niet geschapen als een schoorsteengemeente. Want over drugs en bovenmatig alcoholische drank maar te zwijgen. Welke muziek komt er binnen bij jou? En welke vormen van seksualiteit trekken je aan en geven je aan over? Ik mag mezelf niet in gevaar begeven. Want het is een vorm van doodslag. Doodslag van je eigen bestaan. Wat is de stijl van ons leven? Gemeente, we zijn op weg. We zijn op weg naar die plek waar we rekenschap aan God moeten geven. Wat wij in dit leven gedaan hebben. Het boek Prediker is een donker en duister boek op diverse plaatsen. Maar het is ook een boek vol van levenswijsheid. En lees nou het slot. Het slot van het boek Prediker. Van alles wat gehoord is. En er staat heel wat in dat boek. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Want God zal ieder mens in het gericht brengen. Met alles wat er gebeurd is. Goed en kwaad. En dan zal de Heer het ook vragen. Wat heb je met dat pand dat ik je gegeven heb? Wat ik je in bruikleen gegeven heb? Wat heb je ermee gedaan? Hoe is het beheer geweest? Heb je het verzorgd? Zoals ik het vraag. Zoals het tot mijn eer is. Gij zult niet doden. Kom gemeente bij het tweede. Een stuk korter. Het weren. Het beteugelen van de doodslag. Nou, daar zegt antwoord 105 ook iets van. Waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Dat zegt onze catechismus. Is dat in overeenstemming met het spreken van het woord van God? Dat aan de overheid, als de macht, de overheidsmacht, aan wie hij bevoegdheid gegeven heeft om het volk te regeren, ook, dat is natuurlijk het beeld, een zwaard heeft gegeven om de doodslag te weren. Dat staat natuurlijk in eerste instantie. Niet te vergelden in eerste instantie, maar om te weren. Maar dan toch als een afschrikwekkend instrument. Aan de overheid is een zwaard gegeven om de doodslag te weren. Gemeente, ik denk dat de sleutel al in Genesis 9 te lezen is. De Heere zegt het tot Noach. Genesis 9 vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. En ik zei het al, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dat is onmiskenbaar een gebod voor alle tijden en voor alle plaatsen, waarin de Heere gebiedt oog om oog, tand om tand. Niet in wraakzucht, en toch, wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Waarin de overheid toch, en zo lees ik het toch, de plicht heeft om dat ook na een zuiver en eerlijke rechtspraak uiteraard ook gewillig en gehoorzaam aan God, de God van het leven, uit te voeren. En we lezen niet alleen in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament komt het terug. Romeinen 13. De overheid, zo schrijft de apostel, en gemeente, let er eens op, dat was daar en toen
Dat was die barbaarse, die heidense Romeinse keizer. Dat was geen christelijke keizer of zoiets. Nee, dat was een heidense keizer. De overheid, ze is Gods dienares. Ze draagt het zwaard niet te vergeefs. Een wreekster tot straf van degene die kwaad doet. Nou, vanavond deze preek is geen tijdreden of zo, of voor een of andere politieke partij. Daar gaat het vanavond niet over. Maar gemeente, zo spreekt wel de schrift. En ik lees nergens dat God op het laatste moment zegt, nou doe dat dan toch maar niet. Nee. En onze wetgeving heeft dit zwaard uit de hand van de overheid weggenomen. De doodstraf is afgeschaft. Nota bene, in naam van de humane barmhartigheid. In onze liberale samenleving. Gemeente, is onze overheid wel zo barmhartig? Of is het zo dat de barmhartigheden der goddelozen juist wreed zijn? Maar de doodstraf is afgeschaft. Vanwege humane overwegingen. Maar waarin het jonge, ontluikende leven, gemeente 100 keer per dag, in ons goede land gedood wordt. Weet u dat? Elke dag. Ook vandaag. Nou, ik weet niet of de abortusklinieken op zondag open zijn, weet ik niet. Maar elke dag gemiddeld. 35.000 per jaar. Elke dag worden 100 kinderen die bezig zijn zich te ontwikkelen om geboren te worden, worden ruw weggerukt uit de, mag toch verwacht worden, veilige moederschoot. Is dat onze barmhartige overheid die de doodstraf verbiedt, maar wel 35.000 kinderen ter dood laat brengen, het toestaat? Het jonge ontluikende leven, het oude neergaande leven, met de vrijheid om je leven te beëindigen, als je zelf meent dat je klaar bent met je leven. En er zijn er allerlei omstandigheden, gemeente, maar er komt wel in tot uitdrukking. Geen God en geen meester. De heilige en grote God in de hemel kan zeggen wat hij wil. Maar ik doe wat ik wil. Maar de Heere zegt, en ook van die kleine vruchtjes. De Heere zegt, je blijft er vanaf. Het is van mij. En dat bloed, gemeente, dat bloed roept tot de hemel. O God, u die het ziet, u die het weet. En gemeente, we staan met elkaar in deze samenleving, in dezelfde scheur. En het mag ook ons wel op het hart gelegd zijn. Ik kom bij het derde, het slot van de preek. Vraag en antwoord 107, laten we het nog maar een keer lezen. Maar is het genoeg dat we onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Is dat genoeg? Als ik maar lief ben voor een ander en hem niet dood en een vriendelijk gezicht trek? Nee, want God verbiedende de nijd, de haat en de toorn, gebied dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade zoveel als ons mogelijk is afwenden. En zelfs ook onze vijanden goed doen. Gemeente, wat wordt hier geboden? Welk beeld wordt ons hier voor ogen gesteld? Nou, ik zal het gelijk maar zeggen. Gemeente, het beeld van de Heere Jezus. We hebben het vanmorgen gezongen, als ik me goed herinner, aan het slot van de dienst. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat is de Heere Jezus. Dat is de Heere Jezus. O, wat werd hem kwaad gedaan. Wat werd hij gescholden. Wat werd hij bespuwd? Wat werd hij mishandeld? Hem werd kwaad gedaan. En hij, toen ze hem aan het kruis hadden gespijkerd, stel je voor, de grote nagels door zijn handen heen en door zijn voeten heen.
toen bad hij: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En daarom, gemeente, de woorden die we hier in de catechismus lezen in antwoord 107. Oh, dat is een mooi programma, zeker wel. Dat is een aantrekkelijke missie. Dat is iets die je, wat je je voor ogen kunt hebben. En kunt zeggen, ja, daar wil ik naar streven. Gemeente, hoe zal het alleen mogelijk zijn? Hoe zal het alleen mogelijk zijn naar de wil van God? Als we gaan in het spoor van Hem. De Heer Jezus Christus. Die het heeft gezegd tot Simon Petrus, weet u wel. Toen de Heer Jezus voor de eerste keer zijn lijden afkondigde. We lezen het in Matthäus 16. Dat ze naar Jeruzalem zouden gaan. En dat ze hem daar zouden overleveren. Hem gevangen zouden nemen. Hem ter dood zouden brengen. En Simon Petrus ertussen springt en zegt, dat zal u geenszins geschieden. En dan de Heer Jezus. Simon. Simon. Wie achter mij wil komen, die volgen mij. Die nemen zijn kruis op. En die volgen mij, Petrus, dan alleen wanneer je voetstappen zet in mijn treden. En wanneer je de weg gaat die ik ben voorgegaan. Dan en dan alleen. Een voorbeeld. Saulus van Tarsus. Saulus. Oh, in godsdienstige overmoed meende hij dat hij goden een welgevallig werk deed. Later zal hij ervan zeggen. Ik was naar de ijver een vervolger van ketterse mensen. Ik meende goed te doen door de navolgers van die Jezus van Nazareth in de gevangenis te werpen en ter dood te brengen. Maar er was een openbaring van Christus in zijn leven voor nodig. Om door de knieën te doen gaan. En toen lag hij in het stof. Van zijn paard afgevallen. Van zijn kameel of ezel, weet ik het. En toen vroeg hij het. Wie bent u? Wie bent u? Ik ben Jezus. Die gij vervolgt. Christus moest hem ontdekken, gemeente. En het kwaad van de overtreding van het zesde gebod. Ik ben Jezus die gij vervolgt. En toen hij dat ging zien. Toen hij dat ontdekte. Wel, toen ging hij niet vragen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan wordt het anders. Ja, dan wordt het anders. Toen ging hij naar Christus vragen. En toen ging de Heer Jezus Christus zich in zijn leven openbaren. En toen ging hij zijn leven in dienst van Christus stellen. En hij heeft wat meegemaakt op de weg die hij gaan moest. Zoveel keer gegeeseld. En al die dingen meegemaakt, in de gevangenis geworpen. Daar in Filippi. En zitten ze te vloeken. En zitten ze die gevangeniscipier te verwensen? Nee, ze zingen goden lofzangen. En als die gevangeniscipier dan probeert om zichzelf te doden vanwege de aardbeving, dan grijpt Paulus in, want die heeft hem er niet voor over. Hij is ook zijn naast en zegt, man, doe jezelf geen kwaad. En dan zegt hij het. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan zul je zalig worden. Wel nu, gemeente, dat. Dat is de weg. Trouwens, de Heere Jezus zelf, die moordenaar naast hem. Een booswicht die anderen had gedood. En deze moordenaar, hij vroeg aan de Heere Jezus, wilt u aan me denken? Als u in uw koninkrijk gekomen bent en hij mag mee. Wel, in die gezindheid. En in die gezindheid alleen. Maar nu, gemeente, wanneer we iets van de genade van de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Ja, dan hebben we nog wel te maken met het eigen vlees. En ons vlees wil zich zomaar niet onderwerpen aan de geest van God. Ook na ontvangen genade. En dan kan het wel zijn, en dan moet u het misschien met mij zeggen. En Paulus zegt het, in zijn genade staat. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet altijd. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik, ellendig mens, ik ben vleeselijk en onder de zonde verkocht. Maar toch, het was zijn begeerte om in het spoor van Christus te gaan. En wie die genade kent, gemeente, weet je wat Luther zegt? Wat Luther zegt over de 10 geboden. Wie uit de genade van Christus mag leven, dan worden de geboden
alle 10, dan worden de geboden beloften. Dan worden ze beloften. Dan zegt de Heer: en u zult niet doodslaan, want je bent aan mij verbonden. En alle rank die in mij vrucht draagt, wel, die mag getonen dat hij put uit het leven van mij. U zult niet doodslaan. U zult geen valse getuigenis spreken. U zult niet stelen. U zult niet echt breken. U zult niet begeren. Want daar sta ik voor in. Wel nu. De spiegel wordt voorgehouden. Is in de bediening van het woord vanmiddag voorgehouden. Heb je jezelf erin gezien? Of beter nog. Heb je het beeld van de Heer Jezus erin gezien? En is het je gebed? O Zoon. Maak ook mij uw beeld gelijk. Wel nu, het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en brok verdwijnt. Eens zal het allemaal weg zijn, daar twist en brok verdwijnt. Het zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Hier in beginsel en ooit volkomen. Lof aan God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest van nu tot in eeuwigheid. Amen.